Hallo, wat leuk dat je kijkt naar de derde video alweer in mijn home makeover serie. We hadden natuurlijk eerst een vlog met alle mislukkingen en successen van het verbouwen. En toen natuurlijk de before en after van mijn woonkamer. En vandaag neem ik jullie mee in het lang verwachte resultaat van de badkamerverbouwing. En een kijkje in mijn helemaal roze toilet. Ik had eigenlijk geen ervaring met verbouwingen. Mijn woonkamer heb ik natuurlijk helemaal opnieuw gestyled en geverfd. Maar bij de badkamer gingen we ook echt slopen en bouwen. Nou, dat was echt een hele ervaring. Ik dacht niet dat het zo intens zou zijn. Ik had me er echt op verkeken. Ik dacht, een paar nieuwe tegeltjes, kraantje, let's go. Maar alles moest eruit. Het hele huis was een puinzooi. Je kon hier gewoon niet meer lopen. Dat alles voor echt een minuscule badkamer. Ik had niet gedacht dat het zo'n werk zou zijn. Maar het resultaat is echt fantastisch. En elke keer als ik nu thuis kom, heb ik meteen zin om onder de douche te springen. Ik douche ook soms gewoon twee keer per dag. Wel zo kort mogelijk natuurlijk in verband met het water. Maar het is zo heerlijk. Het voelt gewoon echt als een hotelbadkamer. En dat was precies mijn doel. Ik wil eigenlijk dat mijn huis uiteindelijk een beetje voelt als een boutique hotelletje. In het vervolg van deze makeover serie ga ik nog mijn slaapkamer aanpakken. Dat gaat volgende week beginnen. En waarschijnlijk toch ook nog wel mijn keuken. Want dat is eigenlijk echt een soort doorn in het oog. Die zit er al zo lang in. Helemaal schots en scheef. Ik hoop toch dat ik die misschien ook nog aan ga pakken. Maar ja, kijk dan wel eventjes of ik daar nog zin in heb. De slaapkamer kun je dus nog verwachten. En ik kan me voorstellen dat je inmiddels best wel wat vragen hebt over verfkleuren, vloer uitzoeken, kleurenpaletten samenstellen. Zowel voor een slaapkamer als een woonkamer. Als hoe kies je nou de juiste tegels voor een badkamer. Dus als je vragen hebt, stel ze vooral onder deze video. Want dan ga ik een Q&A opnemen over mijn nieuwe huis. En het toilet was voor mij een ander verhaal. Een badkamer is gewoon echt heel erg prijzig. Dus had me ook qua kosten best wel verkeken. Ik dacht wederom, wat heb je nou nodig? Wat tegels, wat hardware? Let's go. Je hebt toch materiaal nodig om te stukken en dingen om de grond mee te isoleren. Afvoer en lichtknopjes. Dus toen dacht ik, oké, dan kan ik de toilet helemaal laten zoals hij is. Maar dan valt hij ook buiten de toon. Ik wilde er ook niet te veel aan uitgeven. Dus wat ik heb gedaan is een fantastisch mooie verf. Hij heet Setting Plaster van Farrow & Ball. Een perfecte oudroze kleur gevonden. Ik heb de hele toilet van top tot teen, binnenkant, deur, plafonds, alles helemaal roze geverfd. En dat geeft meteen zo'n vette uitstraling. En voor een paar honderd euro is het toilet helemaal gemakeoverd. Dus dat was weer een andere uiterste, wat wel het huis meteen een heel nieuw gevoel geeft. Dus ik heb daarvoor roze gekozen en dan met allemaal zwarte en een paar gouden accenten. En ik moet zeggen dat ik heel blij ben met het resultaat. Dit was mijn oude vertrouwde badkamer. Simpel, zwart-wit. Op zich niks mis mee, maar als je goed dichtbij zou kijken, dan zou je zien dat veel tegels vies zijn en de douchedeur niet meer echt goed dicht ging en veel toch wel oud en versleten is. Maar het werkte op zich prima en het zag er oké en netjes uit, maar wel echt zeker gedateerd. De radiator vond ik niet mooi en de douchebak en het kastje eronder vond ik gedateerd. Dus het was echt wel tijd voor een nieuwe, frissere look. En dit is hem dan, mijn boutique hotel inspired badkamer. Ik ben er zo blij mee. Ik vind het echt prachtig geworden. De meiden van het interieur designbureau Dek Amsterdam hebben mij enorm geholpen. En hebben de badkamer helemaal gedesigned en de verbouwing begeleid. We hebben gekozen voor een witte badkamer omdat de ruimte klein is en je hem wel zo fris en licht mogelijk wil houden. Tegels op de muren zijn glanzend. Dus ze zijn niet perfect en glad en strak, maar echt met de hand gemaakt. En ze zien er daardoor ook wat ambachtelijker en wat sfeervoller uit. Ik vind dat heel mooi. Op de vloer hebben we dan hele grote matte tegels gekozen met een klein spikkeltje erin. Die zijn net iets donkerder en ik vind het zelf wel heel gaaf om met verschillende tinten wit te spelen. De muren hebben we wit geverfd, ook met een Farrow & Ball verf. En de deuren naar het washokje hebben we ook geverfd en gewoon een leuke nieuwe deurklink gegeven die past bij het geheel. Aan de zijkant is de radiator weggegaan, want er zit vloerverwarming in. Ik kan me gewoon niks lekkers voorstellen dan dat. Betekent ook dat er opeens veel ruimte vrij kwam en we plek hadden voor twee leuke opbergsystemen en drie haken voor handdoeken of een badjas of iets in die richting. Eindelijk heb ik heel veel plek om al mijn beautyfavorieten uit te stallen. We hebben namelijk gekozen voor een
richel die zowel boven de wasbak als tot helemaal in de douche doorloopt. Dus je kan eindeloos uitstallen en een soort winkeltje spelen. Wat ik zelf een heel grappig effect vind, is dat die richel door lijkt te lopen door de glazen plaat. Die plaat hebben we op maat laten maken en die heeft een stalen frame. En die geeft de badkamer ook net iets meer stoerheid en een design touch. Het kastje is gewoon een simpel IKEA-kastje dat we zelf gelakt hebben en waar we zelf andere knoppen op hebben gezet. Ik vind het wel heel cool dat je met een betaalbaar IKEA-kastje zoiets gaafs kan maken, terwijl badkamermeubels vaak honderden euro's kosten en dit een paar tientjes. Ik heb dan als tegenhanger wel gekozen voor een hele mooie luxe keramieke waskom. Die geeft dan meteen wel de hele badkamer echt een designgevoel. Dus zo vind ik het heel leuk om met verschillende budgetten en merken te spelen. Deze beforebeelden zijn een beetje rommelig, want we waren hier al in verbouwing en ik was vergeten een goede before op te nemen, dus excuse me voor dat. En dan nu, 1,5 pink goodness. Ik ben echt verliefd op deze kleur die de setting plaster heet van Farrow & Ball. Let er goed op dat als je tegels wil verven je een primer moet gebruiken en ik heb twee verschillende texturen gebruikt voor de muren en voor de tegels. En als tegenhanger voor dat roze, zachte, heb ik stoere zwarte accessoires gekozen. En dat betekent eigenlijk dat ik naast het verven helemaal niet zo heel veel heb hoeven doen of heb hoeven kopen. Vooral een aantal accessoires die er echt één geheel van maken. Dus denk aan een toiletrolhouder, die heb ik bij Firm Living besteld. Een zwarte kraan en een prullenbakje en dat te gekke zwarte toiletpapier, wat gewoon bij de Albert Heijn te vinden is. De spiegel en het lampje had ik nog van een eerdere Etsy-bestelling. Et voilà! Ik ben heel benieuwd wat je van het resultaat vindt. Ik ben zelf echt dolgelukkig en het was de investering meer dan waard. Ik haal je zoveel geluk uit. Dus ik ben heel benieuwd naar jullie meningen en jullie vragen. En dan zie ik jullie heel snel weer in een nieuwe video. Doei!